Nou, En goedemorgen. hij heeft, Vandaag ben ik in Alkmaar bij Barbé. Heel leuk, weer eens een Barbé. Jippe, van 22 maanden krijg ik net te horen. Hij heeft een prachtige zwarte vacht. Nou, ik heb net al het een en ander gehoord over zijn medische geschiedenis. Daar komen we later een keertje op terug. Maar ik voelde al, toen ik net al met hem aan het kroelen was. Zijn lijf is echt een dikke, dikke, mooie curly vliesvacht. Echt een mooie, mooie, ja, glanzende vacht ook. Ziet er gezond uit. Maar als je voelt, dan voel je dat het op bepaalde plekken een stuk luchtiger is. En dan hier aan de voorkant is het weer heel erg dik. Nou, ik heb begrepen dat hij in het verleden al een keertje kaal geschoren is. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat, kijk, hier zie je het ook een beetje. Die onderlaag, die is dan weer heel poreus. Is ook een stuk matter, hè, dat zie je. Dat gaat dan heel snel in elkaar draaien. Dus hier zitten echt wel, rond dat hoofd zitten heel veel kussentjes. En als je naar het hoofd kijkt, jippe, kijk eens. Dan zie je ook dat het heel vol is. Nou moet een Barbé een vol hoofd hebben. Alleen, ja, dit is zo vol, waardoor ja, je eigenlijk al meteen kan zien dat daar klitten moeten zitten. Want anders zou het meer hangen. Nou, dan gaan we eens even bij de benen voelen. Nou, dat voelt eigenlijk ook wel goed. Nou, dan merkte het baasje en het vrouwtje net op dat hij een bruine gloed krijgt over zijn lijf. Nou, dat gebeurt heel vaak, hè, want zwarte vachten, zeker als een van de ouders bruin was, zwart blijft nooit zwart. Dus daar gebeurt altijd wat mee. Er komen witte pigmentharen in. Kijk, daar zie je ook een paar. En er kan inderdaad een mooie bruine gloed ontstaan. Hoort er allemaal bij. Vaak als je een bruine hond hebt, die wordt vaak lichter in de loop der tijd. Ja, zo weet je nooit wat je krijgt. En dat is altijd heel erg leuk, want je blijft verrast worden. Nou, eigenlijk voelt het verder wel goed. Dus ja, hier bij zijn kont ook het een en ander. Dus we gaan zo beginnen met volledig uitdunnen terwijl we borstelen. Want ik durf te wedden, als we nu gaan borstelen, dan horen we meteen dat het een en ander niet klopt. Oh, mijn flapje van de telefoon is een beetje. Ik kan het even proberen, er ligt hier een rode. Kijk, maar ik ga dit niet doen, want dan trek ik meteen aan de huid. Je ziet meteen dat dat beweegt. Dus ik moet tegendruk geven. En ik ga niet aan zijn huid trekken en het onnodig oncomfortabel voor hem maken. Dus we gaan meteen uitdunnen en dan borstelen. En dan laat ik straks even weten hoe het gaat. Want als je hier nu met de opzetkam overheen zou gaan, dan kom je er niet doorheen. En met de tondeuze gaan we niet doen. Dus nou, we gaan eens eventjes kijken hoe het gaat. We gaan hem weer mooi maken. Komt helemaal goed. Zoveel mogelijk bewustzijn te creëren. Nou, dit is dus al één kant, in ieder geval van het lijf dan, wat dan uitgedund is. En wat je nu ziet is dat het vacht eigenlijk veel meer aan ligt. Het glimt ook meer. Je ziet wat minder krulletjes. En het belangrijkste is, ik kom er nu gewoon moeiteloos met die borstel doorheen. Dat is heel erg fijn. Ik heb nog niet gecheckt met de kam, want dat doe ik pas op het einde. Maar dit gaat al een stuk makkelijker. En dan voel je ook gewoon dat ik veel sneller op de huid zit. Het mooiste is, je ziet het van de buitenkant niet. Behalve dan dat de vacht wat meer aan ligt. Nou, dat is het effect van de uitdunschaar van dit hele fijne dingetje met de 10 tands. Nou, een must voor elk baasje. Wij gaan weer even verder. Ja? Ja, haal hem er maar vanaf. Nou, Jip is klaar. Hey, ja, mooie hond. Kijk, daar gaan Hey, we. kijk. Ga maar schudden. Ga maar schudden. Ja. Nou. Ik mag nog even vallen. Ga maar Ja. schudden. Oh. Mooi voorborstje. Ja. Kijk. Lekker Kijk koppie. Wat Jip. is dit? Oh ja, ik had een speeltje voor jou. Mag je hebben? Geef hem maar. Kijk eens. Moet alleen even het dingetje eraf gehaald worden nog. Kijk eens. Kijk eens. Kijk nou. Wat is dat voor
Dat is leuk, hè? Hey. Wat is dat voor mooi? Dat is de beloning. Dat is goed gedaan. Wat is mooi. Wat is dat mooi? Jip, je moet nog even schudden. Je hebt nog niet geschud volgens mij. Ja, wel hoor. Heeft hij geschud? Ja. Oké. Okay. Hé? Nou. Klaar. Nou, mooi vol lijfie. Helemaal lekker. Uiteindelijk helemaal goed gedaan. De volgende keer gaan we verder kijken. Ik kan nog even je hoofd zien, Jip. Jippe, kijk eens. Jippe, hallo. Goed zo, dankjewel. Dag.